Welkom bij de tour van LinksBasic. Nadat u in LinksBasic inlogt, is dit het dashboard dat u ziet. Op deze pagina ziet u onder andere uw rekeningnummer, uw totale waarde van de portefeuille, uw huidige posities en hier aan de rechterkant ziet u zelfs een overzicht van wat de beurzen vandaag gedaan hebben. Daaronder ziet u nog de tops en flops van vandaag en nog wat linksupdates, wat technische analyses kunnen zijn of wat beursnieuws. Het doel van deze video is dat u bekend wordt met het betaal van links en een beetje een inzicht heeft wat de mogelijkheden zijn. Nou, beginnen we bij de portefeuille. Op deze pagina krijgt u een volledig overzicht van de portefeuille. U ziet wat uw spreiding is tussen de verschillende asset classes, uw huidige posities, uitstaande orders en recent uitgevoerde orders. Zoals u ziet heb ik hier recent een Johnson & Johnson aandeel gekocht. Mocht u nog meer informatie willen weten over uw portefeuille, bijvoorbeeld zoals wat u kunt kopen, of uw marge die u nog over heeft, of wat uw totale storting en terugboekingen was, kunt u dat allemaal hier zien. We gaan nu verder naar de koersen. Op de koersenpagina krijgt u een overzicht van de verschillende indexen in Europa en Amerika. Zo ziet u, heeft u de mogelijkheid naar de AEX, de AMX, de ACX, de BEL 20, BEL Midcap, BEL Smallcap, Franse index, Duitse index en de Amerikaanse Dow Jones te kijken. En wat u zult zien is dat u alle aandelen die in die index bevinden op een rijtje ziet staan. U ziet onder meer de laatste prijs die ze tonen, hun bied laat, het verschil in vergelijking met de dag ervoor, het verhandelde volume en het hoogste en het laagste dat er genoteerd heeft vandaag. Tot slot zie je het ook nog het slot van gisteren. Stel u zou bijvoorbeeld het aandeel Prozis willen kopen, dan kunt u dat direct doen door op deze knop te drukken. Wilt u liever iets verkopen, dan kan het via de verkoopknop. Tot slot kunt u ook nog een grafiek zien van dit aandeel. Mocht u een positie hebben in een van de aandelen, dan toont dit in de eerste kolom hier. En zo ziet heb ik geen posities in deze van de aandelen. Dus toont hier voor mij niks. Maar mocht u dat wel hebben, dan komt hier het aantal aandelen te staan. We gaan verder naar de resultatenpagina. Op de resultatenpagina ziet u het resultaat van uw portefeuille. U kunt zelf kiezen welke tijdstermijn u wilt zien. Staat uw tijdstermijn niet tussen, kunt u ook nog specifiek een startdatum en een einddatum invullen. Op deze pagina kunt u uw cumulatief resultaat zien, uw netto winst en het aantal winst en verlies dat u heeft genomen op bepaalde transacties. Daarnaast krijgt u ook nog een grafiek van de totale waarde van uw portefeuille, het cumulatief resultaat, het absoluut resultaat in percentage per dag en een samenstelling per beleggingscategorie. Daarnaast kunt u ook nog extra statistieken zien mocht u dat willen, zoals bijvoorbeeld max drawdown, de herstelperiode en uw eindwaarde. Tot slot onderin worden al uw transacties samengevat. U kunt bijvoorbeeld zien wat uw gemiddeld winst en verlies is, maar ook uw specifieke transacties. Zo ziet u dat wij bijvoorbeeld Johnson & Johnson aandelen gekocht hebben, een IBM aandelen, maar ook een put op Altice. Tot slot is er deze knop. Deze knop leidt naar het Tips & Trades portaal. Als u nog niet bent aangemeld, is dit het scherm dat u zult zien. Wilt u zich aanmelden voor het Tips & Trades portaal? Klik eenvoudig op aanmelden en vul al de benodigde velden in. U ontvangt daarna een e-mail met bevestiging dat u bent toegelaten tot het Tips & Trades portaal. Wilt u al zien hoe het Tips & Trades portaal eruit ziet? Dan verwijs ik u naar de video over de uitleg van het Tips & Trades portaal. Ik heb gehoopt dat u heeft genoten van deze tour van LinksBasic. Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust in de comments. En ik wens u nog een hele fijne dag.